Bink TV. Internettelevisie op zijn Turnhouts. Het was 2023 voor Turnhout. Nog vlees, nog vis. Niks speciaals gebeurd. Speciaal. Een kabbelend jaar. Een jaar vlak voor een verkiezingsjaar. Ja, iedereen. Zoals overal, hè, uiteindelijk. En het is niet, zijn niet alleen de gemeenteraadsverkiezingen die op de agenda staan. We hebben ook op 9 juni de Vlaamse, de federale en de Europese verkiezingen. Uiteraard, vandaag weten we wel dat er toch wel twee topmensen uit Turnhout op de kopplaatsen staan van die lijsten. Hè. Dus Hannes Anaf op plaats 2 vooruit en Paul van Miet op plaats 3. Ja, dat zijn absoluut waren plaatsen. Regino zal ook wel een bepaalde plaats krijgen. Uiteraard, maar men vroeg mij als ik daar een blog over schreef, kreeg van iemand de vraag waarom vermeld je Regino van Lommel niet. Wel, ik heb de keuze gemaakt om voor geen enkele extreme partij, nog PvdA, nog Vlaams Belang, reclame te maken bij wijze van spreken. Dat is een bewuste keuze. Michael, dat wil niet zeggen dat ik nog voorstander ben van het cordon sanitaire. Nee, dat heb ik al veel jaren geleden afgegooid. Ja. Maar er is verschil tussen een cordon, dat is alles behalve democratisch, of zo, hoe dan ook samenwerken met bepaalde partijen. Dat doe je op basis van inhoud, dat doe je op basis van mensen, dat doe je op basis van akkoorden. Met Hannes en Paul van Meert, toch een goede zaak voor Turnhout. Tuurlijk, stel je voor dat die met twee in dezelfde coalitie terechtkomen. Die kans is denk ik niet onbestaande dat vooruit in een coalitie komt, uiteraard N-VA ook. Dan is dat, bij wijze van spreken, zou dat goud kunnen betekenen voor de volgende legislatuur. Maar dat kan anders geen burgemeester worden, hè? Jawel, hè. Dus als hij eventueel een mandaat zou krijgen? Als hij een mandaat krijgt, maar dan is het geen probleem. Dan is het de tweede stemmen, of de tweede verkozen van die partij die dan burgemeester wordt. Hè. Dat is gewoon het nieuwe decreet dat Bart Somers nog gemaakt heeft. Ja. Gemeentedecreet beter. Dan is het, dat blijft het wel in die partij. Hè. Ja. Dus dan zou het Kelly Vrij kunnen worden. Hè. Eerste vrouwelijke burgemeester in Turnhout. Ook iets voor te pleiten. Natuurlijk. Ook iets voor te pleiten, ja. Waarom niet? We zitten nu al in 2024. Wat verwachten voor 2024? Wel, het is heel moeilijk te voorspellen. Hè. Dus buiten de verkiezingen bedoel, er is de 26 miljoen van... Dus we gaan eind volgend jaar gaan we een volledig andere stad krijgen. Alleen ik vraag mij af wie gelooft die man op, want dat is zijn vijfde prioriteit. Ik geef maar één voorbeeld. Als destijds de autostraat E34 heraangelegd werd, dat is ondertussen al enkele jaren geleden, hè. Ik denk een jaar of zes geleden, dan beloofde ook dezelfde schepen voor wegen Mark Bogers dat de verkeerslichten aan de Everdongelaan en de Steenweg op Tuil, die daar nog heel ongelukkig staan, heel gevaarlijk trouwens ook, zouden vervangen worden door vaste verkeerslichten. Het zijn nog altijd tijdelijke verkeerslichten waar nog altijd zandzakjes op liggen omdat ze op hun plaats zouden staan. Dat getuigt toch wel van weinig inzicht, want men kan corona niet blijven aanvoeren als excuus. Hè. Dat is nu gedaan, hè? Corona heeft een tijd, laten we zeggen dat 2020 een verloren jaar was voor heel wat dingen. We zitten ondertussen in 2023. En wat dat kruispunt betreft, zijn er nog altijd geen concrete plannen om dat nu eindelijk inderdaad wat in deftige omstandigheden en in veilige omstandigheden te laten gaan. Dus ja goed, er zullen zeker nog een aantal dingen gebeuren. Ik heb al gezegd, de Offerstraat, kort na nieuwjaar zien we daar een nieuwe straat, of het begin van een nieuwe straat verschijnen. De bedoeling is van de centen die Somers daarover of daarvoor vrijgemaakt had, gaan eigenlijk verder. Gaan ook tot en met de Gasthuisstraat 6 op. En eventueel zelfs de Mirolenlijn. Ja. Is ook dringend, denk ik, aan een stuk herinrichting toe. We zullen zien want de stedelijke financiën zijn ook wat ze zijn. En die zijn niet schitterend. Hè. Wij komen in de volgende legislatuur komen wij op het hoogtepunt van de pensioenkosten. En u weet dat in het akkoord met fusieziekenhuis alle lasten van de destijds vast benoemde personeelsleden in het Sint-Elisabeth ziekenhuis, al die pensioenlasten enkel en alleen op Turnhout terechtkomen, terwijl ook het Sint-Elisabeth ziekenhuis een regionaal ziekenhuis was. Dus het akkoord dat daar toen gesloten is een voor Turnhout erg nadelig akkoord. Financieel. Maar als ik de schepen bezig hoor op commissies en op schepen van financiën bedoel ik, met meneer Steijnen, als ik die bezig hoor op commissies en op de gemeenteraad, schetst je toch altijd een redelijk, hoe moet ik dat noemen, positief beeld van de financiën van Turnhout in de zin van
lage schuldengraad, de leningen, oké, die hebben we wel onder controle. Is de... ja, maar klopt toch, dat niet? Want ik ben geen boekhouder. Je mag niet vergeten, er is, komt er een sporthal aan. Ja, dat wou ik ook vermelden. Er is een aanbesteding van om en bij, momenteel, om en bij de 17 miljoen. Maar dan tellen we er nog de herinrichting van de kerk. Was het de Blijde Boodschapkerk zeker in de Parkwijk? Parkwijk. Ja. De Parkwijk die, zelf. 2 miljoen gaat dat kosten om die dus als klaslokaal om te bouwen. Ondertussen is men bezig met rioleringswerken in het Stadspark. Het verhuis van de groendienst. Ook dat geld moet je daarbij tellen. Plus blijft het uiteraard de vraag, ook gezien alle inflatietoestanden en economische toestanden, of er een aannemer kan gevonden worden die voor die 17 voorziende miljoen, die nieuwe sporthal, plus klaslokalen, zal kunnen bouwen. Het staat wel wat op stapel, hè? Want met die nieuwe sporthal staat inderdaad heel wat. Daar hebben we het ook nog niet over gehad. Ja. We gaan een versnelling sneller gaan in 2024? Of, Ja, het is ook dringend. Hè? Dus de bestaande sporthal is versleten. De campus heeft nood aan bijkomende lokalen. Het is ook een sportschool, bij wijze van spreken. Dus het is goed dat die zaken bij elkaar geïntegreerd worden. Maar dat kost soms heel wat geld. Als ik ook nog eens... Ik heb het in mijn blog uitgeteld. Hè? Als we gaan, de kosten die voorzien worden voor de sporthal, de dotatie aan de politie en aan de brandweer. Ja, ik heb er een paar miljoen op geplakt. Dan komen we niet toe, want dan moeten we het ons wel beseffen, komen we niet toe als stad met de inkomsten die de stad genereert uit het kadastraal inkomen, dus de roerende vorm en de aanvullende personenbelasting. Dus die drie bedragen, die drie investeringen, gaan hoger liggen dan wat de stad volgend jaar en de komende jaar mag verwachten aan inkomsten van. Dus we gaan lenen, we gaan de schulden in. Ja, de schulden. We moeten wel. De schuldgraad zal omhoog gaan, maar ook de schulden moeten ook betaald worden. Dus de volgende generatie gaat kunnen betalen. Voilà. Zo simpel is het. Dus de turnout is wel aan een verandering toe, niet? De turnout is dringend aan een verandering toe. Klopt, hè. Dus het stedelijk patrimonium is... Opgebruikt. Ja. De meer en meer wegen in Turnhout, en op de staat van de stad, zijn opgebruikt en zijn aan vernieuwing toe. Hebben we het nog niet gehad over de brandweerkazerne? Ja. En dus, ook dus, iets, een laat nieuwsje nog wel, een al of niet een nieuwe brandweerkazerne die er zou moeten aankomen? De vraag op zich is uiteraard niet nieuw, hè. Dus klopt. Maar één, waar moet ze gevestigd worden? Hè? Ik hoor van de week toevallig dat de brandweercommandant Vaas, dat hij zegt, kijk, ideaal zou zijn op de Noord-Brabant. Ja, omdat daar de plan... Omdat in Oud Turnhout is de enige gemeente uit de brandweerzone die geen brandweerpost hebben. En dat zou dan de reden zijn waarom die inplanting al daar, een goede zaak zou zijn, nu kan daar ook in. En alles bij elkaar daar. En een beetje alles bij elkaar. Voilà. Want alle andere gemeenten, zelfs Lille, heeft ondertussen een eigen brandweerpost opgericht. Dus alle andere gemeenten uit de Taxandria-zone, want dat is meer dan alleen de stadsregio, hebben allemaal een eigen brandweerpost. Dus die redenering kan erin komen. Maar wie zal dat betalen? Als ik goed geïnformeerd ben, ja, dan is slechts 60% van een nieuwe brandweerzone of van een nieuwe brandweerkazerne die in Turnhout zou komen, gefinancierd vanuit de zone. De overige 40% moet dan weer eens opgehoest worden door de stad Turnhout. De vraag is of we al die financiële marge nog zullen hebben, tenzij we inderdaad nog meer gaan bijnemen. Maar ja jongens, dat is een van de waarschuwingen die je ook krijgt als je een lening wil aangaan als individu. Ja, lenen kost geld, hè. Lenen kost geld. Vroeger niet bij mevrouw Leemans, hè. Dat was lenen met de glimlach uiteraard. Wat er voor mij in 2023 ook een beetje veranderd is, de politie communiceert veel intensiever en beter. Onze marketing van de stad is iets beter. BK Gravel komt in 2024. Er komen iets meer evenementen. Is Turnhout zich beter aan het verkopen? Turnhout is zich inderdaad beter aan het verkopen. Ik denk dat we bijvoorbeeld deze periode, Michael, gaan we heel veel bezoekers in Turnhout krijgen. Niet alleen om te shoppen, om ook te genieten van inderdaad. Want als je nu over het Marktplein kijkt, het is een feeriek gegeven. Ja, ja. Er zijn ook heel wat historische gebouwen die extra verlicht worden deze dagen. Ik denk dat de Turnhout inderdaad qua marketing en qua toerisme wel wat, ik denk dat niet, ben er zeker, wel wat te bieden heeft. En dat is goed dat men dat doet. Het is goed ook dat men daar de nodige aandacht en ook de nodige middelen voor uittrekt. Maar als je natuurlijk tegelijkertijd dan mensen naar hier loopt,
dan moet je ook zien dat je een mooie en een aangename stad kan presenteren. En die twee dingen, die moeten toch wel wat meer hand in hand gaan doen. En toch is de Bink nog altijd ontevreden. Laatste peiling in de Gazette van Antwerpen. Ja. Binnenkort komt de stadsmonitor uit. Ik ben heel curieus. We blijven ontevreden. We blijven ontevreden, maar dat is een beetje typisch, denk ik. En dat is een van de redenen... De Kempenaar? De Kempenaar in ons? Nee, ik ben geen ras echt een Bink, ja, voor alle duidelijkheid. Ja, ik weet. En dat is een van de redenen waarom ik eigenlijk op dit moment... Ik mag toch wel even zeggen dat mijn blog een grandioos succes is. Ik heb nu, we zitten nog maar half december, 56.000 lezers. Dat is tweede meeste. 2020 was een topjaar, omwille van corona. Mensen hadden meer tijd. Dus, 56.000. Als ik... bloggen en sociale media vergen een enorme mentale leniging. Ik zal mij verklaren wat ik ermee bedoel. Als ik een blog schrijf, zoals bijvoorbeeld heel recent over 20 jaar bevolkingsevolutie in Tunnel, dan wordt die vlot door meer dan 1000 mensen gelezen. Ik kan u de cijfers laten zien. Dat is ook een thema dat... Heel vaak gedeeld. Maar als ik... Want dat, ik denk de kracht van mijn blog zijn mijn cijfers, mijn correcte cijfers, uit officiële data. Maar als ik dan ook een blog schrijf over het feit dat de criminaliteitscijfers in Turnhout gedaald zijn, ja, dan word ik weggehoord. Dan word ik beschuldigd van blindheid, van zelfs van fraude. En als ik ook zeg van mensen, ik woon 44 jaar in Turnhout, ik heb mij nog nooit onveilig gevoeld in deze stad. Ik heb nog nooit een plek in deze stad gemeden. Dan krijg ik verwijten van, jammer, jij bent een vreemdeling, vriend, jij bent dit, jij bent dat. En dan die mentale lenigheid, dat begint toch wel, na zoveel jaren bloggen, begint zwaarder en zwaarder te worden. Bovendien is het 24, is een verkiezingsjaar, dubbel verkiezingsjaar. En dan moet je zeer omzichtig te werk gaan als blogger. Bink TV.